Goedemiddag allemaal. Gisteren was het toch een beetje mislukt. Of wel goed gaan, ik weet het niet. Maakt me niet uit. Ja. Ik heb een paar dingen te vertellen. Eerst dat ik wil vertellen. Oh, ik moet kijken. Mijn ouders zijn vandaag 26 jaar getrouwd. Super gezellig, super gaaf, super leuk. Dus ik heb vanavond feest. Dat was wel leuk. Ik heb er wel zin in. Wil ik al vertellen. Ik ga zo meteen zelfstandig koken. Woknoedels. Ook een keer lekker. Wokmoed en noedels. Wil ik al vertellen. Ik heb een goed weekend gehad. Gisteren ook al verteld. Wil ik al vertellen is dat ik nu vlogs anders ga doen. Ik ga niet meer zo aan hoeren en alleen maar waar het ergens over gaat. Ik ga meer dingen vertellen wat over mijn leven en zo. Wat ik al meegemaakt heb, hoe ik gegroeid ben daarin. Ik wil motivatievideo's gaan doen. Ook gaan beatboxen blijven gewoon doen. En ja, vandaag zijn mijn ouders 26 jaar getrouwd. Super leuk, super gezellig. Dus vanavond hebben we feest bij hem thuis. Vanavond ga ik gewoon naar katalysatie. Na katalysatie haal ik de spullen op en dan vertrek ik naar Randwijk. Dan ben ik te slapen. Ik heb een verjaardag daar. Dat feest vanavond. En dan ben ik slapen daar. En morgen gewoon weer naar het werk. En na het werk hier naartoe komen. En morgen heb ik wasdag. Ik heb een hele volle wasman, dus ik hoop dat ik morgen op tijd met de was kan beginnen. Maar dat komt allemaal morgen, eerst vandaag. Nee, mijn ouders zijn vandaag 26 jaar getrouwd. Super leuk, super gezellig. Super fijn ook. En knap van ze ook. In deze tijd dat ze nog gewoon bij elkaar zijn. Dat vind ik heel bijzonder. Mijn vader die is ook met vrachtwagen rijden. Gisteren ben ik met hem mee geweest. Heb ik jullie een vlog laten zien dat ik in de vrachtwagen zat. Super leuk. Was heel leuk. En een goede schik met alles. Met werk en wonen, sport allemaal. Gisteren had ik niet voetbald, want ik had geen zin. Was heel moe en zo. Vanochtend ben ik blijven liggen 8 uur. In het huis nou gingen we samen aan het werk fietsen. Zij naar haar werk, ik naar mijn werk. Was super gezellig, super leuk. Ik had de pond ook nog eens mee, dus dat was chill. Ik heb lekker gewerkt vanochtend vandaag. Lekker dieren verzorgd en ja, dat was het eigenlijk. Water even al ontvroren en dierenzorg. Morgen zouden we uit moeten mesten. Morgen ben je een halve dag trouwens. Morgen werk ik weer een halve dagje. Super leuk, super gezellig. Ik heb er heel veel zin in. En vanavond de bijbelschool en neem ik bijbeldagboekje mee en dan gaan we katalysatie even aan. Ik heb wel zin in, ik vind het heel fijn, leuke jongen, een groep, fijne groep. Ik heb een leuke zondagavond gehad met JV, superleuk. Heel fijne groep en leuk hoe ze met mij omgaan en zo. Ja, ik heb net een kaart gehad van Henk Floor, dat was familie Floor en Henk Floor. Dat zijn mij bedankt voor de bezoekjes die ik heb gegeven. Afgelopen jaar, als ik me niet vergis, heb ik iets minder dan 10 bezoekjes gegeven. Dat is heel veel, zeker voor hem, maar ook voor mij. Ik ben heel dankbaar en blij dat ik toch bij hem ben geweest. Ik met hem kon zien waar hij groeide in zijn ziekte. En, oh, dat klinkt heel grof, ik bedoel groeide in zijn positieve zin en hoe relaxed en goed hij dan doet, ondanks hij zo ziek is. Ja, vandaag hebben we dus feest. Het is frisjes buiten, het is mistig. Ik heb de lamp aan in mijn kamer. Ik heb een vest aan, een broek, sportschoenen. Want het is gewoon echt frisjes buiten en het is gewoon echt hartje winter. Morgen is officieel winter, wordt officieel winter. We hebben echt een bijzondere herfst gehad. Ja. Ik heb een warme kerst. Dat dan weer wel. En ja, ik heb een boodschap gedaan. Voor die mensen die je daar ziet. Die is van mijn ouders. Geef vanavond aan ze. Duurste ik ooit voor ze gekocht heb qua boodschappen. Maakt hem niet uit. Ik heb een radar gehaald, een boodschap gedaan en alles. Zal ik ze even laten zien. Kijk. Dus ik denk, hoe kom ik aan het geld? Gewoon, drink geld. Maakt hem niet uit. Nee, ik heb voor de rest echt een prima dagje gehad tot nu toe. Ik ga zo meteen lekker koken voor mezelf. Rustig aankoken. Lekker kip snijden en alles. Ik heb er veel zin in. Ik heb zin in koken. Ik heb zin in feest aan. Ik heb zin in katalysatie. Ik moet allemaal goed. Ik heb zin in morgen. En lekker werken en overdag je werk en tijd opstaan met mijn ouders, dus dat is leuk. Ik slaap vanaf bij mijn ouders, ik hoop dat ik goed slaap vannacht, dat ik morgen fijn kan ontbijt mijn moeder. En de hond kan uitlaten en zo, dus ik hoop dat het goed komt. Ik vind het fijn om mijn hond weer te zien, ik ben blij om mijn ouders vanavond weer te zien, lekker buiten te praten met de familie. Als er wat mensen zijn, ook mijn oma komen vanavond in ieder geval, dus dat is super leuk. En ja, ook even zeggen. Ik vind het heel gaaf en tof dat mijn vlogs beter gaan, de views beter gaan, subscribes en alles. Ik ben heel blij mee.
22 subscribers en abonnees, ben ik heel blij mee. Vind ik heb goede schik mee, vind ik fijn jongens, zeg maar, echt maar een keer. En ja, het gaat allemaal supergoed en ik ben heel blij met mezelf en met alles. En ja, ik ben gezond, fit. Nou, niet helemaal, ik ben een beetje verkouden, maar het allemaal bij, ooit bij deze tijd. Mijn kapsel, oh ja, dat, goed om te beginnen. Ik heb heel veel waxing gedaan. Ik heb geen pet op vandaag, geen zin in. Toch feestje van mijn ouders, moet ik wel netjes uitzien. Mijn baardje is mooi getrimd. Vorige week. Mijn vader kwam gisteravond toen ik zei, nee, doe me niet. Ik moet meteen door naar Wageningen. Gisteravond nog een blokje omgedaan met huisgenoten. Een beetje gewandeld en een beetje gepraat. Ben ik op tijd geslapen. Ik ben echt voor half elf gaan slapen, echt waar. En was pas 7 ging wekken en ik ben pas rond 8 uur eruit gaan. Foutje. Moet ik niet meer doen. Dat gaat niet meer gebeuren van week. Het zijn de laatste dagen van het jaar, jongens. De laatste dagen. Morgen krijg ik een kerstpakket binnen. Super gaaf, super gezellig. Ik heb er zin in. Wanneer tot we een kerstpakket krijgen. Boemaas weet dat ik morgen tot 12 uur werk. Dat is de laatste van het jaar. Vanmiddag ga ik weer een hele dag werken. Ook vanwege wasdag en zo was dat zo. En vanwege surprise. Ik heb een super leuk weekend gehad. Super relaxed, super leuk. Druk en alles. En lekker bijgepraat met allemaal mensen. Dat was eigenlijk hartstikke leuk allemaal. Ik ben heel positief eigenlijk. Ondanks alles zo negatief is. Ja, en dan terugkomen van die aanslag in Berlijn. Weet je, ik kan heel erg verdrietig over doen en oh, wat kloot, wat erg, wat stom, shit. En schelden en alles, maar dat helpt niet. Het moet gewoon doorgaan. Je moet vertrouwen op God. God luistert naar ons en hij heeft alles in zijn hand. Dat is ook weer zo. We vertrouwen in hem. En we zullen, oh, we zullen aankomen daar alleen maar op sociale media zien het nieuws. Daarom kijk ik ook geen nieuws meer vanavond. Ik ga gewoon lekker meteen beginnen met koken. Lekker relaxen. En dan gewoon weer zelf blijven, gewoon doorgaan met alles. En gewoon niks aan aantrekken. Ook met anderen. Er zijn mensen die jouw leven zuur willen maken. Die willen jouw familie plagen, jou plagen, jouw geld en alles afpakken. Gewoon lekker negeren. Blijf bidden tot God dat hij je redt en dat hij je helpt. Want hij kan echt alles. Hij heeft jou in de hand. Hij heeft een plan met jou. Om niet te vergeten is ook goed om te zeggen. Blijf jezelf. Ik heb al een aantal motivatiefilms laten zien. Denk over na hoe je voelt. Hoe voel je vandaag? Voel je vandaag depressief? Voel je moe? Voel je chagrijnig? Voel je lui? Denk er goed over na. Denk erover na hoe je voelt. Het is belangrijk hoe je voelt en hoe je bent. Want je ouders willen ook graag weten hoe het met je gaat. Ik zou het heel gaaf vinden. Als ik gewoon een keer relaxed kan zijn met mijn ouders. Gewoon een keer rustig en niet zo mompelen iedere keer, niet zo mompelen. Ik mompel erg veel. Ik doe echt mijn best om beter te articuleren. Zo, ik heb gezegd voor jullie. Het is een lange vlog, ik weet het. Maar ik moest het gewoon even kwijt. En ja, het gaat allemaal super goed. Goed schik met wonen, werk en alles. Ik ga zo even chillen. Dus wat het. Tas aanpakken voor vanavond, voor de avond, nachtje, luceren bij mijn ouders. En dan is het een hele fijne dag, tot zo weer toe filmen. Zometeen komen er weer 2 films, maar dat boeit allemaal niet. We zien het allemaal. Fijne dag verder, ciao!